lekker hè, beetje de ruimte. Altijd prettig. En dat geldt natuurlijk ook in het geval van je auto. Alleen moet je daarvoor in het B-segment tegenwoordig bij de crossovers zijn. Want de klassieke station wagon in dit segment is op sterven na dood. Deze nieuwe Skoda Fabia Combi heeft eigenlijk maar 3 directe concurrenten. Uit eigen huis is het de sterk verouderde Seat Ibiza ST. En vanuit Franse-Roemeense hoek heb je het duo Renault Clio Estate en met een beetje goede wil de Dacia Logan MCV. En dan houdt het op. En eigenlijk is dat best raar, want het is best praktisch, zo'n station wagon. Achter deze klep gaat namelijk 530 liter aan bagageruimte schuil. En dat is echt veel voor het B-segment. Sterker nog, er zijn C-segment stations waar je dat niet eens in redt. En leg je dan die achterbank plat, dan gaat er 1395 liter in. Ook fors. Het is alleen wel 90 liter minder dan voorheen. En hoe komt het nou? Nou, die vorige Skoda Fabia Combi, die was wat hoog. En deze hebben ze wat lager gemaakt. En daardoor gaat er wat minder in, maar ziet er ook wel stukken beter uit. Ook hier achterin behoort de Skoda Fabia Combi gewoon echt tot de ruimte in dit segment. Het is natuurlijk een B-segment, dus dat betekent niet heel erg groot, maar net voldoende knieruimte, hoofdruimte ook goed, keurig. Zoals je zou verwachten rijdt de Skoda Fabia Combi eigenlijk precies hetzelfde als de hatchback. Je merkt amper dat het een wat grotere auto is, dat er wat meer massa aanwezig is. Het is vooral een heel goed op moedig ding, zachte veren, zachte dempers, wiebel dus ook wat heen en weer, maar het wordt nooit heel extreem. Nou zat dit exemplaar op 17 inch wielen, dat is best fors. Het staat hem goed, alleen ze zijn wel een beetje luidruchtig op de snelweg, omdat er ook vrij platte en brede banden onder zitten. Dat zijn ook nog Dunlop Sportmax, lekker sportieve banden en daardoor ja, heb je gewoon meer grip dan je ooit nodig zult hebben. Voor de rest is het gewoon vooral comfortabel. Het is een lekkere auto om in onderweg te zijn. Het stuurt heel licht, gaat allemaal zonder moeite. Ja, dat is gewoon heel prettig. En dat komt ook een beetje door die motor. Het is een 1.2 TSI met 90 pk. Dat is niet heel erg veel. Maar je rijdt hem een beetje als een kleine diesel. Je hebt flink wat newtonmeter aan koppel. Dat heb je al bij ongeveer 1500 toeren. En ja, daardoor wordt het net een klein dieseltje waar je mee rijdt. Tussen de 1500 en de 2500, daar hou je hem een beetje. Daar ga je lekker moeiteloos met het verkeer mee. Er is niks aan de hand. En ja, vraag je dan een keertje wat meer, dan is er ook niet zo heel erg veel reserve. Maar goed, voor Nederland, waar alles plat is, is het gewoon prima. Al met al is de Skoda Fabia Combi weer echt zo'n auto die uitblinkt in middelmatigheid. Valt er dan helemaal niets te klagen? Nou, jawel, er zijn wel twee dingetjes. Ten eerste is er het interieur. In het B-segment, kijk bijvoorbeeld naar de Clio of de Fiesta, daar mag het best een beetje vrolijker. En dit, nou ja, heeft alle gezelligheid van een gemiddeld ontslaggesprek. Het is grijs, het is goud, het is goed doortimmerd, maar de levensvreugde spat er nou niet vanaf. En ten tweede is er het veelbesproken mirrorlink systeem. Je kunt op dit moment geen vast navigatiesysteem krijgen in de Skoda Fabia. Maar je kunt wel een mirrorlink systeem bestellen en dat wil zeggen dat je dan de navigatie kan streamen vanaf je smartphone naar het ingebouwde scherm in de auto. En op zich, zegt Skoda, zijn daar heel veel voordelen aan, want het is goedkoper enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, klopt, valt het voor te zeggen. Maar in de praktijk werkt het allemaal wat minder ideaal dan Skoda graag wil doen voorkomen. Want ten eerste moet je minimaal €390 investeren om überhaupt dat scherm te krijgen, dus het is ook niet echt gratis. En dan is er nog de manier waarop het werkt, of liever gezegd waarop het niet werkt. Want het systeem is nog wel eens traag en bovendien wil het nog wel eens uitvallen. En ja, als je een navigatiesysteem gebruikt, vooral ergens waar je niet bekend bent, dan wil je wel dat het snel en vooral betrouwbaar werkt. Maar veruit het grootste nadeel is dat ik jullie niet kan laten zien dat het niet werkt. En dat kan ik niet, omdat ik een iPhone heb. En op dit moment ondersteunt iOS geen mirrorlink. En dat geldt ook voor een hele hoop Android toestellen. Het enige wat op dit moment wel navigatie via mirrorlink ondersteunt, is een handjevol Nokia's en wat HTC's. Dus dat aanbod is niet heel uitgebreid. En het kan zijn dat dat later nog komt. Maar Apple werkt op dit moment aan CarPlay. En Google werkt op dit moment aan Android Auto. Dus er bestaat ook zomaar een kans dat die ondersteuning er nooit zal komen. Het lijkt me dus ook sterk dat het hierbij blijft. Waarschijnlijk later dit jaar gaat Skoda gewoon weer een vast navigatiesysteem aanbieden in de Fabia. En ja, als ze dat doen hebben we wel een beetje een probleem. Want er blijft er niet zo heel veel over om te klagen in het geval van deze Skoda Fabia combi.